Welkom bij de derde aflevering van de Brabantse Straatkunstprijs. Met in deze uitzending weer heel veel prachtige, zinnenprikkelende kunst in het Brabantse publieke domein. En we gaan weer veel meningen peilen. Met dit keer over de vraag of kunst in de openbare ruimte dus ook democratisch zou moeten zijn. Nou, we gaan over een wethouder aan de tand voelen en architect en kunstenaar John Kurmeling laat mij zijn favoriete kunstwerk zien. Maar laat ook weten wat jouw favoriete kunstwerk is op straatkunstprijs.nl en nomineer dat kunstwerk of doe het op de speciale layer op je mobiele telefoon. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt en mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte, maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat en het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. We weten inmiddels dat Brabanders overal een mening over hebben. En we hebben het gehad over wat kunst zou kunnen zijn. Maar waarom staat al die kunst nou eigenlijk in de stad en niet gewoon in een museum? Kunst maakt onderdeel uit van onze samenleving. En dat wil zeggen dat je het ook in de openbare ruimte terug zou moeten kunnen zien. En niet alleen in de beslotenheid van een museum. Kunst hoort op straat, in je huis, in je wc, desnoods, in je badkamer, overal. Kunst hoort zoveel mogelijk op plekken waar mensen komen. Dat kan in een supermarkt zijn, dat kan buiten zijn, dat kan in een kerk zijn. Daar moet je eigenlijk je kunstschatten laten zien. En niet opbergen in een museum. Ja, ik denk dat een museum toch wel meer een drempel opwerpt. Meestal moeten de mensen toch wel iets voor betalen. En op straat, ja, op straat kun je om over je heen kijken en alles is vrij, zeg maar. De openbare ruimte is, nou ja, openbaar. Van en voor iedereen dus. Maar wie zou er nou moeten bepalen welke kunst er in die ruimte wordt gezet? De kunstenaar? De gemeente? Of moet de bewoner zelf bepalen wat er voor een deur komt te staan? Ik denk als je gewoon een aantal ontwerpen kan tonen aan bewoners, dat ze gewoon mee kunnen participeren. En dat je dan ook achter het idee hebt dat er iets bij hun in de straat komt of bij hun in de wijk. En ja, participatie is toch iets wat van deze tijd is. Ja, buurtbewoners, die zijn misschien over 2 jaar weer weg. Dat moet kunst niet kunnen beïnvloeden. Als het een bepaald aanstoot geeft aan kinderen voor een school of noem maar iets wat je wel eens in de krant leest, dan denk ik, ja, dat hoeft ook niet natuurlijk. Ik denk dat als jij straks bij jouw huis naar buiten gaat, je hebt dit voor je deur, dan ben je er ook niet blij mee bent. Je zult altijd hebben dat mensen het niet mooi vinden, andere mensen vinden het wel mooi. Maar ik denk niet dat je daar dat een basis moet zijn voor plaats ik wel of niet een kunstwerk. Je hebt wel grenzen natuurlijk. Ik vind het altijd heel lastig om iedereen overal over te laten meepraten. Van de andere kant, kunst is ook niet iets van deskundigen. Dus je moet ergens een balans vinden tussen diegenen die er elke dag tegenaan moeten kijken, die ermee om moeten gaan. En degene die het maakt, de kunstenaar, die zet uiteindelijk een verhaal neer. Die wil iets vertellen met zijn beeld of met zijn glaswerk of met zijn graffiti of wat dan ook. Dat verhaal staat centraal. En die mag daar de vorm voor kiezen. Maar die moet natuurlijk wel een beetje communiceren met zijn omgeving. Als mensen hebben we altijd een behoefte gehad om te laten zien wie we zijn. Zodat we elkaar begrijpen en kunnen samenleven. Dat doen we ook met de manier waarop we een stad inrichten. We bouwen niet alleen bakstenen, we bouwen ons leven. En door kunst daarin een plaats te geven, maken we die plek en ons leven bijzonder en prettig. Om dit park een beetje op te fleuren, hadden we een bepaald bedrag over voor de inrichting van het plein. En dat zouden we aan kunst besteden. Toen hebben we gezegd, we noemen hier dat chasséepark het chasséepark als wissellijst. Dus elke keer andere beelden, ieder jaar kan een andere kunstenaar daar een paar dingen neerzetten. Nou, de eerste keer dat we dat deden, toen gingen we die kunstwerken na een jaar weer weghalen. En toen zei de buurt, ja, maar we zijn zo gehecht nu aan dat beeld, we willen dat graag houden. In de winter, als de bladeren van de bomen gaan, dan kijk ik er recht op.
En ook als je wandelt langs de singel. Dus toen ik hoorde ja, een jaar of zo terug dat het weg zou gaan, vond ik dat echt heel erg. Dus die hebben hier met alle bewoners een fondsje gemaakt om te zorgen dat ze het onderhoud van dat kunstwerk kunnen betalen en die kunstenaar een vergoeding geven. Dat is natuurlijk fantastisch. Het staat er nog steeds. Nou, buiten beeldkunstbouwer, mag ik je zo noemen, John Kurmeling? Ja. Kunstenaar en architect. Jij bouwt zelf heel veel buiten. Je hebt een reuzenrad gemaakt voor auto's. Je hebt vorig jaar nog de expo in Shanghai. Je hebt een hele straat gemaakt, de Happy Street. Eigenlijk is heel veel buiten. Ben je daarmee ook gelijk een kenner eigenlijk van de buitenkunst? Kun je wel zeggen. Nou, wat is jouw definitie van kunst buiten of in de openbare ruimte? Nou, dat het ten eerste hartstikke goed is. Dat het, Ja, maar wanneer is iets goed? Dat is natuurlijk heel... Nou, bijvoorbeeld, ja, wanneer het... het is pas goed als het... wanneer het ding er staat. Dat het beter is, de ruimte beter is dan dat het ervoor was. Vaak is het ook slechter. En dat is gewoon rommel. Kun je ook zeggen, ja, het is slechte kunst. Slechte kunst bestaat niet, het is gewoon troep. Je hebt of iets goeds, en dan is het kunst. Of je hebt rommel. En dit is goed. Toen ik de eerste keer zag, was in 1977... Dat is al 30 jaar geleden, langer, 35 jaar terug. Want je kent het al van dat het er net stond? Het stond er net, ja. Een vriend van mij zei, hey, je moet nou eens kijken wat ze aan het bouwen zijn daar. Dat is geweldig, supergoed. Ik deed net, bijna 10 jaar bouwkunde toen. En oh, kijk, godverdomme, gaaf, ongelooflijk goed. En hoe zit het ding in elkaar? Je ziet hem zo, het is een driehoek. En je iets verderop, dan begint de hele zaak erop van elkaar te draaien. Dat hij had een lijstje. De kunstenaar? Want, ja, de kunstenaar had een lijstje thuis staan. Dat lukte allemaal niet zo. En dan, godverdomme, kudding. En geeft een lel tegenaan. En dat ding dat staat zo. En dan komt er een ander kunstenaar kwam op bezoek. En zei, god, dat ziet er wel goed uit. Echt waar? Is dat het verhaal? Dat is het verhaal, ja. En ik kijk naar dat ding en dan zeg ik, goh, ja, inderdaad, dat is heel goed. Ander verhaal is dat hij het zelf meteen zou. Oh, nou is het veel beter. Wat denk je? Ik denk het eerste, dat is veel mooier. Kom, we gaan nu aan de andere kant staan, want ik weet niet wat je dan ziet met deze ingenieuze... Jij zegt, als ik aan jou vraag van waar moet zo'n kunstwerk aan voldoen? Hij moet iets opleveren in de ruimte waar hij staat. Dat moet mooier zijn dan daarvoor. Ja, het lijkt me als dit hier gewoon een kaal grasvlak is en dan rijden gewoon wat auto's. En je ziet dan dat gebouw, dat soort architectuur en dat soort dingen. En dat is echt, kunnen we zeggen, vrij deprimerende architectuur. Dus het leidt eigenlijk af van lelijke gebouwen. Dat is er ook nog goed aan. Nou, het is in ieder geval één goed ding in de buurt. Dat is toch wel erg goed. Ja. En dat je vooral dat gedraai van die auto's en dat je het optimaal daar gebruik van maakt. Van dat je zelf continu een andere plaats inneemt en daardoor het ding anders ziet. En dat is natuurlijk bij ieder beeld zo. Als ik zo ga, zie ik jou voorkant. Ja? Ziet nou dit. En dan, zie je mijn dat is natuurlijk ook. Ja, dat, ook heel anders. Dat hè? Is ook continu helemaal anders, ja. Ja, maar ik ben ook een soort kunstenaar. Maar dat weet je van tevoren dat het zo uit gaat zien. Maar dit is het. Ja, hier is het totaal, verrassend van, omdat het anders, echt anders is. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. John, dit kunstwerk heb jij genomineerd voor de Brabantse Straatkunstprijs. Ik wil je vragen om deze sticker erop te plakken waar overigens jouw eigen huis op staat. Mensen kunnen ook stemmen op kunstwerk van John Kurmeling. Mag ik jou vragen om deze erop te plakken? Oké, doe ik. En volgende week dan zijn we er weer. En hebben we onder andere Carina van Bezooijen van Kop in Breda. En we hebben Angelique Spaning van MU in Eindhoven. En dan gaan we meer inzoomen op guerrilla art, op street art. Dat is volgende week. En nomineer zelf ook op straatkunstprijs.nl. Want jullie zijn uiteindelijk degene die bepalen wie de Brabantse Straatkunstprijs 2011 wint. Ik weet goed dat ik eraf haal en het ziet er eigenlijk toch niet uit. Hij gaat hem er weer afhalen. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 25 september kun je op BrabantseStraatkunstprijs.nl jouw favoriete kunstwerk nomineren. Kijk dus goed om je heen, ga naar de website of gebruik de gratis Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.